Zoete appel-abrikozenbroodjes. Schil 1 fris zoete appel. Verwijder het klokhuis en snijd de appel in kleine stukjes. Snij 100 gram gedroogde abrikozen ook in kleine stukjes. Maal 45 gram garneeramandelen grof in een keukenmachine. Doe 450 gram witbroodmix, 2 theelepels kaneel, de appel, abrikozen en amandelen in een kom en schep door elkaar. Voeg 25 gram boter toe. Voeg scheutje voor scheutje 250 milliliter appelsap toe en meng met een mixer of met je handen tot een samenhangend deeg. Kneed de deegbal goed door en leg terug in de kom. Dek de kom af met vershoutfolie en laat 10 minuten rusten. Bestuif je handen met wat bloem. Verdeel het deeg in 10 gelijke stukken en vorm bolletjes. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Dek de bakplaat af met een schone, vochtige theedoek en laat op een warme plaats 1 uur rijzen. Verwarm de oven voor op 220 graden. Bak de broodjes in het midden van de oven in ongeveer 15 minuten goudbruin en gaar. Neem de broodjes uit de oven. Smelt 25 gram boter in een steelpan en bestrijk de broodjes ermee. Bestrooi royaal met poedersuiker. Laat de broodjes afkoelen. Bestrooi vlak voor serveren opnieuw met poedersuiker. Zo maak je zoete appel-abrikozenbroodjes.